Gemeente, we openen met elkaar de Heilige Schrift en dat doen we allereerst in het Oude Testament, in Efeze 3 vanaf vers 9 en we lezen tot hoofdstuk 4 het vijfde vers. En ik attendeer u er ook al op dat de tekst voor de verkondiging vanmiddag gevormd zal worden door de versen 1 tot 5 uit Micha 4. We lezen met elkaar Micha 3 vanaf het negende vers. Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jacob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is verdraaien, die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht, hun hoofden spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld en nog steunen ze op de Heere en zeggen: is de Heere niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Maar ze zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen. Want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere, onze God, voor eeuwig en altijd. Lezen we vervolgens uit Efeze 2 vanaf het 13e vers. In de voorafgaande versen heeft de apostel de ellendige staat van zijn lezers getekend voor ze tot geloof kwamen. En dan gaat het in vers 13 zo verder. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u meegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover de schriftlezingen voor deze middag. Zalig zij die het woord van de Heere horen en ook bewaren in hun harten.
Zoals gezegd, de tekst voor de verkondiging is Micha 4, de eerste 5 verzen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het zal echter zijn in het laatst van de dagen. Zo begint deze heilsprofetie van de profeet Micha. Best apart, zegt u. Want als wij aan de laatste dagen denken, dan denken wij toch vaak aan allerlei vormen van onheil. Aan oorlogen. Geruchten van oorlog, aardbevingen, allerlei ernstige ziekten. De liefde die verkilt, toenemende metteloosheid. Ja, dat alles belooft toch weinig goeds. En zeker, dat zijn allemaal aspecten die bij de laatste dagen horen. Ja, de laatste dagen zijn dagen waarin mensen echt helemaal losgaan. Met al die vreselijke gevolgen. Ja, dat is de ene kant. Maar de laatste dagen zijn niet minder de dagen van de geest. De laatste dagen is het toch, zegt de profeet Joël, dat de geest wordt uitgestort. De laatste dagen, dat zijn ook de dagen waarin God zijn gemeente verzamelt, overal vandaan. De laatste dagen, dat zijn ook de dagen waarin het evangelie zijn triomftocht houdt over deze wereld. Ja, die laatste dagen, dat zijn toch ook de dagen waarin God alles klaarmaakt voor de ontmoeting met de wederkomende heiland. En die dagen hebben ook een lichtzijde. En het is die zijde, die lichtzijde, die door Micha hier beklemtoond wordt. En laten we wel zijn. Na alles wat er in de achterliggende week gebeurd is, al die hartverscheurende berichten, zijn we toch wel toe aan een bemoediging, zou ik zeggen. Ja, God ontfermt zich over zijn Israël. En via Israël gaat zijn vrede uit over heel de wereld. De laatste dagen zijn de dagen waarin God zijn rijk bouwt. En alles gereed wordt gemaakt voor de tijd dat God zal zijn, alles en in alle. Als thema voor de preek koos ik: God verenigt de volken. God verenigt de volken, drie dingen. Alle komen naar Jeruzalem. Alle vragen om zijn onderwijs. En alle leven in vrede. Alle komen naar Jeruzalem, alle vragen om Gods onderwijs en tenslotte allen leven in vrede. Ja, de profeet Micha heeft in hoofdstuk 3 hele donkere tonen aangeslagen. Oh ja, de mensen in Jeruzalem die dachten, nou, Jeruzalem gaat nooit verloren, want God is toch in ons midden. God woont toch onder ons. Wij hebben toch de tempel. God heeft ons toch lief. Ja, maar die liefde maakt niet blind. En God ziet het allemaal haarscherp wat er in Jeruzalem gaande is. Priesters die zich laten omkopen en zo hun onderwijs geven. Profeten die voor geld profeteren. De leiders van het volk die Jeruzalem bouwen op bloed. En ga zo maar door. Nee, Jeruzalem is niet meer de stad van de vrede. Jeruzalem is geworden een stad vol onvrede. Ja, want er is geen recht meer.
En daarom zegt God, ik kom met mijn oordeel. Sion wordt met de grond gelijk gemaakt. Het mag dan 1000 keer de stad van de tempel staan, zijn. Sion wordt omgeploegd. En dan, gemeente, die hele wonderlijke wending. En het zal in het laatst der dagen geschieden. Nee, het laatste woord is niet aan het oordeel. Dat oordeel is slechts het voorlaatste, hoe ernstig ook. O ja, de Heer heeft alle reden om voorgoed met Jeruzalem af te rekenen. Heeft alle reden om voorgoed afscheid te nemen van zijn stad. Want als die stad ergens goed in is, dan is het toch wel in afscheid nemen van God. Ja, Jeruzalem die kan het heel makkelijk, maar God kan het onmogelijk. God en Jeruzalem, God en Israël, ze zijn onopgeefbaar verbonden. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. God gaat opnieuw beginnen. En de profeet mag namens zijn zender zeggen, in het laatst van de dagen zal de berg Sion vaststaan als de hoogste van de bergen. O ja, wat heeft die berg vaak gewankeld. En wat zijn er vaak een vijanden gekomen om die berg aan het wankelen te brengen. Wat heeft haar voortbestaan vaak aan een zijden draadje gehangen. En de mensen in Jeruzalem, dat is nog wel het meest tragische, hebben daar vaak zelf heel erg aan meegewerkt. Omdat ze om het oordeel vroegen, door hun gedrag. Maar in het laatst van de dagen zal de berg Sion vaststaan, dan zal ze niet meer wankelen. En het zal de hoogste van de bergen zijn, zegt de profeet. Nou, Jozef, meisjes, dat moet je natuurlijk niet heel letterlijk opvatten. Het betekent echt niet dat God die tempelberg, het is helemaal niet zo'n hoge berg, dat God die berg zo hoog gaat maken, ja, dat hij nog hoger zou zijn dan de Himalaya. Nee, dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat Sion in hoog aanzien zal staan. Dat de mensen er als het ware tegenop zullen kijken. Wat een berg. O nee, het is niet de hoogte die berg zo imponerend maakt. Weet je, jongens en meisjes, wat wel is. Dat God daar woont. Dat God uitgerekend de Sion heeft uitgekozen om daar te wonen. Om daar zijn huis te hebben. Om daar zijn tempel te hebben. Dat God juist op die berg toont wie hij is, Immanuel. God met ons. Ja, op de Sion, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En omdat het zo is, komen de mensen van alle kanten in de richting van Jeruzalem. Van oost en west, van noord en zuid, ze komen echt overal vandaan. Een prachtig gezicht. Ja, heel anders dan Jeruzalem het vaak meemaakte. Meestal was het zo, als de volken belangstelling kregen voor Jeruzalem, dat Jeruzalem alleen haar hart maar vast kon houden. Want dat beloofde meestal weinig goeds. Een belegering, verwoesting, in brand gestoken worden. Maar nou,
En nou komen de heidenen naar Jeruzalem met een heel andere bedoeling. Oh ja, het was vrij gewoon. 3 keer per jaar dat van alle kanten de mensen naar Jeruzalem stroomden. U begrijpt het, bij de grote feesten. Maar dan waren het alleen maar Joden die naar Jeruzalem kwamen. Er liep haast geen heide tussen. Maar de profeet zegt, nu komen ze echt overal vandaan. De heidevolken komen naar Jeruzalem. Om God te zoeken. Om naar zijn wegen te vragen. U vraagt, waar moet ik dan heel concreet aan denken? Wanneer is die profetie in vervulling gegaan? Of is het misschien zo dat die profetie nog vervuld moet worden? Is het wachten op het nieuwe Jeruzalem? Ja, dan zullen de volken van alle kanten komen, toch? Alle die gewassen zijn door het bloed van het lam. En ze zullen hun intrek in Jeruzalem nemen. Maar ja, dat is iets voorbij onze geschiedenis. Het begint toch ook in onze geschiedenis al werkelijkheid te worden. Ja, Micha, hij tekent het allemaal in oud-testamentische kleuren. Natuurlijk, hij kan ook niet anders. Maar wat Micha bedoelt, gemeente, wordt ons duidelijk als we bedenken hoe de Heer Jezus zichzelf aanduidt. Zei hij niet, meer dan de tempel is hier. En heeft apostel Paulus niet gezegd, in hem woont de volheid van God lichamelijk. En toen Jezus de tempel reinigde en hem gevraagd werd wat zijn legitimatie was, toen zei hij, breek deze tempel maar af. Hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Jezus is de tempel. Hij is de vervulling van heel die oud-testamentische tempeldienst. Hij is nu de ontmoetingsplek tussen God en zijn volk. En wie hem ziet, ziet de Vader. In hem komt God ons zeer nabij. Gemeente, staat hij niet vaster dan de bergen? Zelfs de dood kreeg hem niet omver. Ja, wie is er groter dan hij? Tegen wie moet je meer opkijken dan tegen hem? Wie is er hoger? Wie is er groter? Wie is er heerlijker? Want deze Jezus, en in hem mogen we God nou ontmoeten als een verzoend God, als een genadige Vader. Ja, in de tempel in Jeruzalem was er altijd nog de afstand. En dat gold ook voor de gemiddelde Jood. Alleen de priester mocht het heilige binnengaan en de hoge priester het heilige der heiligen. Maar de gewone Jood, ja, die stond van verre. God bleef op afstand, achter het voorhangsel. Maar dat voorhangsel, dat is gescheurd. En sinds Pinksteren komen de mensen werkelijk overal vandaan.
En daar begint de vervulling van deze profetie. En nou vraag ik u vanmiddag en jou maar heel persoonlijk. Loopt u nou ook al mee in deze stoet? In deze stoet van pelgrims komt u ook niet meer los van die onbegrijpelijke zondaarsliefde die in de Heer Jezus vlees en bloed is geworden. Is Hij je nou te machtig geworden, zodat je niet anders meer kunt dan naar Hem toe gaan? Buiten Hem ben je echt beklagenswaardig. Paulus zegt, zonder God in de wereld, vervreemd van het burgerrecht van Israël, zonder hoop. Gemeente, dan is God een vreemde voor je. Dan ben je door een niet te overbruggen kloof van God gescheiden. Dan heb je geen leven. Dan ben je op jezelf aangewezen. Alleen op de wereld. Moederziel alleen. Nee, en dan ben je zeker geen pelgrim. Dan ben je een zwerver. Je zoekt het dan weer hier, dan weer daar, dan weer zus, dan weer zo. Net wat op dat moment maar in is en wat op dat moment maar hoge ogen gooit. Je moet bij de Heer Jezus zijn. En werkelijk, als je dat nou ontdekt. Je bent buiten Christus. Dat je voor God niet kunt bestaan. Dan kun je nog maar één ding. Nee, dan kun je het bij jezelf niet meer uithouden. En dan heb je ook niet meer genoeg aan de mensen om je heen. Dan heb je niet meer genoeg aan geld en goed. Dan heb je niet genoeg aan wat plezier en vermaak. Dan heb je alleen nog maar genoeg aan Hem. En weet u wat nou het heerlijke is? Dat die geest, die is uitgestort in de laatste dagen. Dat die geest ook u, dat die geest ook jou bij de hand wil nemen. Mee wil nemen naar de Heer Jezus toe. Hij wil ook u, hij wil ook jou zo graag een plekje geven in die stoet. Op weg naar Sion. Ja, er kunnen er altijd meer bij. En u mag er ook bij. En jij ook. Ik mag u vanmiddag nodigen om tot hem te gaan. Gemeente, dat is het eerste. Alle volken komen naar Jeruzalem. Ik kom bij het tweede. Die volken, ze laten zich leren. Ja, we leggen ons oor maar eens te luisteren bij die stoet. Wat hebben die mensen nou zo al tegen elkaar te zeggen? Waar hebben ze het over? Nee, bepaald niet over ditjes en datjes. Ze wekken elkaar op. Ze zeggen, kom, laten we opgaan naar het huis van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dus ze sporen elkaar aan. En ze halen elkaar erbij. Ja, ze houden elkaar bij de les, zou je kunnen zeggen. Mooi is dat. En ze denken niet alleen aan zichzelf, ze denken niet, als ik er maar kom. Nee, ze gunnen het elkaar. En weet u wat daar het geheim van is? Ze hebben het zelf ervaren, hoe ze opgezocht werden. Nee, zij vroegen niet allereerst naar de heiland, maar de heiland die vroeg naar hen. Om
ongevraagd en ongedacht werden ze erbij betrokken. Hij zocht hen. En daar heb je alles aan te danken. Dan zeg je toch niet, ja, die ander moet zelf maar uitzoeken. Als je zelf bent opgezocht, dan zeg je toch ook tegen die ander. Die ander die misschien zo zwak is. Die ander die je al zo lang in de diensten mist. Die zoon of dochter van je. Die zondagsmorgens altijd maar blijft liggen. En 's middags ook met heel andere dingen bezig is. Natuurlijk, dat moet je allemaal in wijsheid doen. Natuurlijk. Maar dan doe je toch alles. Kom, ga met ons. En doe als wij. Misschien zegt u nou, voor die pelgrims uit de heidenwereld die naar Jeruzalem komen, moet dat toch wel op een soort teleurstelling uitlopen. Die kwamen niet ver. Ja, het voorhof van de heidenen. En dan heb je zo'n hele reis gemaakt. En dan loop je op een muur en dan mag je niet verder. Ja, die Joden die mochten nog een beetje verder. Maar ja, als heiden stond je van verre. Dat is een teleurstelling. Nou, denkt u dan nog eens aan Efeze 2. Paulus die zegt dat de muur gevallen is. En dat Jood en heiden nu samen bij dat ene godsvolk mogen horen. Zeker, het Joodse volk blijft de binnenste cirkel. Zij zijn de beminde om der vaderen wil. Zij vormen de binnenste kern, maar daaromheen nu ook de heidenvolken. Samen mogen ze bij dat ene volk horen. Ja, de muur is afgebroken. En Paulus die zegt, er is geen voorhangsel meer. Beide hebben we nu in één geest de toegang tot de Vader. We mogen nu rechtstreeks tot de Vader gaan. Ja, zelfs huisgenoot van God zijn. Die tempel. Ja, dat is een tweede lijn die we vanuit de tempel kunnen trekken. Die tempel is niet allereerst een gebouw van steen. Die tempel bestaat nu uit levende mensen. Levende stenen, zegt Petrus, ze worden gebouwd tot een geestelijk huis. In Efeze 2 zegt Paulus, u als gemeente, u mag zijn een woonstede van God in de geest. Weet u wat dat betekent? Ik zou haast zeggen, de tempel komt naar u toe. Nee, je hoeft niet eerst die reis naar Jeruzalem te maken. Die tempel is nu, als ik het zo mag zeggen, bij u en bij jou om de hoek. Misschien een paar straten. Misschien een paar kilometer. Daar waar de gemeente samenkomt. Het heiligdom komt naar je toe. Je hoeft er niet een hele lange reis voor te maken. Daar mogen we heen gaan. Om nou onderwezen te worden. In de wegen van de Heere. Om te leren om op zijn paden te wandelen. Ja, door hem die de hoogste profeet is, de Heer Jezus Christus. Ja, want dat zeggen de mensen tegen elkaar. En dat willen ze. Ze willen onderwezen worden.
Heere, zegt u het maar. Gemeente, dat is heel bijzonder. Als je dat gaat zeggen, dan wil je het niet langer zelf voor het zeggen hebben. Toch? Heere, zegt u het maar. Nou, daar zijn we als mensen niet zomaar aan toe. We hebben zelf graag het hoogste woord. En we weten het vaak allemaal precies hoe het moet. Nee, niemand hoeft mij te vertellen hoe ik leven moet. Ja, je bent vaak de gebeten hond. Als je een ander wil zeggen hoe die leven moet. Daar heb je niks mee te maken. En dat zeggen we uiteindelijk ook vaak tegen God. Heere, daar hebt u niks mee te maken. Ik weet zelf wel hoe ik mijn leven moet invullen. Wat een zegen. Als je het niet meer weet. Denk eens aan Paulus. Ja, Paulus die wist het ook zo goed. Hij wist het prima allemaal te vertellen. En je maakte hem niks wijs. Totdat hij op de weg van Damascus van zijn paard werd gelicht. Nee, toen wist hij het niet meer. Toen moest de Heer het zeggen. Wat wilt gij dat ik doen zou? Of denkt u aan Calvijn? Weet u hoe Calvijn zijn eigen bekering typeert? Hij spreekt er niet veel over. Maar wat hij ervan zegt, is veelzeggend. Ik werd bedwongen, zegt hij, tot docilitas. Ik werd bedwongen om me te laten leren. Ik werd bereidwillig gemaakt om me te laten onderwijzen. Calvijn dacht blijkbaar ook dat hij het allemaal wel wist. Maar toen werd het, Heere, zegt u het maar. Nou, gemeente, dat zie je ook hier in Micha 4. De mensen, ze willen zich laten onderwijzen. En als je toch met elkaar tempel mag zijn als christelijke gemeente. Ja, ik kan nog verder gaan. Als je eigen lichaam een tempel mag zijn. Een heilig huisje voor de Heere. Als God zo dichtbij wil komen, zo in je wil wonen. Meet, dan ga je er toch naar verlangen. Dat God de dingen je duidelijk maakt. Hoe dat tempelleven nou gestalte mag krijgen. Dan ga je toch met psalmdichters meebidden. En we zullen het straks na de preek ook zingen. Leer me. Gemeente, dat is een gebed wat je in de psalmen zo vaak tegenkomt. Heere, leert u het me maar. En dan wordt het zo bevrijdend als je met een psalm mag zingen. God is goed, dus zal hij hen die dwalen door onderwijzing brengen in het rechte spoor. Wat een zegen dat de Heer het belooft. En dat vindt u toch hoop ik ook een geweldige zegen. Ik zal u onderwijzen en leren aangaande de weg die gij gaan zult. De profeet zegt, de wet gaat uit van Sion en het woord gaat uit naar de wereld. De Torah staat er eigenlijk. Dat is trouwens ook zoiets. Dat die Torah vergeleken wordt met een weg. En gemeente, niet met een gevangenis. He, als je zo om je heen je oren eens te luisteren legt. Ja, dan denk ik in het bijzonder aan mensen die een christelijke opvoeding achter zich gelaten hebben. Dan zeggen ze zoiets, ja, eindelijk vrij. Ik ben eindelijk van dat bekrompene af.
Ja, dat leven van me, dat leek wel een gevangenis, een keurslijf. Je moest elke keer maar in hele kleine kringetjes rondgaan. Vreselijk. Een gevangenis. Ja, dat probeert de boze ons wijs te maken. Een leven buiten God. Een leven waar je helemaal niet met hem rekent. Dat is nou nog eens een gevangenis. Wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde, zegt Paulus. Dan zit je in een gevangenis. Dan loop je vast, dan kun je geen kant op. Maar Gods geboden, Gods Torah, dat is een weg. In het boek Handelingen heten gelovige mensen die van de weg zijn. Prachtige uitdrukking. En die mensen die in een gevangenis zitten, ja, ze zaten er wel vaak omdat ze de Heer Jezus wilden volgen, maar dan letterlijk. Maar het wonderlijke, zelfs in de gevangenis, wat waren ze vrij. Een weg. Ja, dan heb je een doel. Dan heb je perspectief. Dan heb je toekomst. Gemeente, dat is nou de kant die het op moet. Voor Israël en voor de volken. Heren, zegt u het maar. Bedwongen tot docilitas. Heren, wij weten het niet meer. En gemeente, wat zou het een zegen zijn. Als de nood waarin Israël op moment verkeert. Ja, het is hartverscheurend. Dat het die ommekeer teweeg zou brengen. Dat ze weer zouden vragen. Ja, naar de Torah. Zoals die in de Heer Jezus Christus zijn vervulling heeft gekregen. Zoals hij gekomen is, nee, niet om de wet te ontbinden, maar juist om die te vervullen. Ik kom bij het derde aspect van de tekst. Want gemeente, wat blijkt het gevolg te zijn? Als er zo gevraagd wordt naar Gods Torah, als men zich zo laat onderwijzen. Nou, de verhoudingen tussen de volken die beginnen op te klaren. Hun onderlinge geschillen. Nee, ze vechten ze niet meer uit. En nou zijn ze bereid om God het beslissende woord te laten spreken. Nee, ze gaan niet naar het internationale gerechtshof in Den Haag om daar uitspraak te laten doen over allerlei geschillen. Ze leggen het aan God voor. Ze weten, deze God weet elke knoop te ontwarren. Echt elke knoop, ook die knoop die ons op het moment zo bezighoudt. Ja, en ze willen gezamenlijk buigen voor de God van Israël. En daar klaren de verhoudingen op. Gemeente, daar gaat het toch mis ook. Vanwaar al dat bloedvergieten, vanwaar al die oorlog, vanwaar al die haat. Gemeente, dat heeft toch alles ermee te maken. Dat we de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus aan de kant schuiven. Nou, en als je de God van Israël aan de kant schuift, dan schuif je ook alles aan de kant wat bij hem hoort.
Dat is wel gebleken. Afschuwelijk. Vreselijk. Gemeente, wat gebeurt er als niet de God van Israël over je ego regeert? Ja, dan kan de haat afschuwelijke proporties aannemen. En dan gaat het alleen nog maar over jezelf. Hoe anders wordt het als God over je ego mag regeren. Als jij van de troon afgaat. Als het ware voor troonsafstand tekent. En gemeente, God de troon mag bestijgen. Als je die God buiten je leven bandt. Ja, dan kent de haat geen grenzen meer. Maar hoe anders wordt het als God de troon van je hart mag bestijgen. En hij het beslissende woord over je leven mag spreken. Nou, zegt de profeet, daar gaat het naartoe. Alles wordt nieuw. Ja, de hemel en de aarde. En dan zal er alleen nog maar plaats zijn op deze wereld voor het heilzame spreken van God. Nee, deze wereld loopt niet uit op een groot bloedbad. Oh ja, als het van ons zou afhangen, dan zouden we daarop uitlopen. Maar de God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus, is er ook nog. En wat zal hij bewerkstelligen? Nou, zegt de profeet, de zwaarden worden ploegscharen. Straks kan in elk land ter wereld het ministerie van Defensie worden opgeheven. En het ministerie van Defensie kan gevoegd worden bij het ministerie van Landbouw. Want al het wapentuig wordt gereedschap voor de landbouw. Oorlogsindustrie. Men zal niet meer weten wat het is. Straaljagers, precisiebommen, kernwapens en noem al die afschuwelijkheden maar op. Ja, in deze gebroken wereld zijn ze nodig. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. En die zwaarden, ze gaan ploegscharen worden. De volken zullen de oorlog niet meer leren. Weet je, wat gaat er een tijd in zitten? Toch? Om van jongens en ook meiden goede soldaten te maken. Wat kost dat een energie? En wat is daar een boel oefenterrein voor nodig. Het kan nou niet zonder. Maar, zegt de profeet, het einde zal vrede zijn. En dan zal ieder zitten onder zijn vijgenboom en wijnstok. Ja, dat was spreekwoordelijk voor de periode onder Salomo. De vredekoning bij uitstek. Maar zegt de profeet, zo zal het weer worden. Dat de mensen niet meer bang hoeven te zijn. Dat ze niet om de havenklap in de schuilkelder hoeven te schuilen. Dat ze rustig onder een vijgenboom, onder een wijnstok kunnen zitten. Met andere woorden, het leven wordt weer helemaal goed. En dan zegt u waarschijnlijk, ja dominee, kom er maar eens om vandaag. U leest toch ook de krant en u volgt toch ook het journaal? Jazeker, dat doe ik. Nou, het lijkt net alsof de profeet dit bezwaar al voelt aankomen. Want hij voegt er meteen aan toe dat de Heer het heeft gesproken. Juist als hij dat
allerheerlijkste van deze profetie mag benoemen. Ik zuig het maar niet uit mijn profetische duim of zo. God heeft het gezegd. En wat God zegt, dat gebeurt. Alles moet zich richten naar het spreken van God. Ja, als wij gaan praten, ach, dan gebeurt het lang niet altijd. En wat wordt er ook? Aan conferentietafels niet veel gesproken. En ik zeg niet dat niet moet gebeuren. Maar gemeente, hoe weinig bewerkstelligt het echte vrede. Maar als God zijn stem verheft, als God zegt laat nu af, dan is het met alle haat, met alle vijandschap voorbij. En dan wordt alles nieuw. En dan wordt Jeruzalem echt de stad van de vrede. Ja, u begrijpt, deze dingen zijn zo heerlijk. Dit past niet in deze bedeling. Het overstijgt deze bedeling. Maar wat zit er een geweldige troost in, gemeente. U weet vast wel dat ze van Hamas hun afschuwelijke operatie genoemd hebben naar de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg. Zij willen die berg. Nou gemeente, je kunt je hart vasthouden wat er dan zou gebeuren. Maar God, die heeft andere plannen met die berg. Vanuit Sion zal de vrede uitgaan over heel de wereld. En als u, als jij dat nou van harte gelooft, dan is dat nou al aan je leven te merken. Als je werkelijk gelooft, deze vrede heeft de toekomst. Het bloed van de Heer Jezus zal uiteindelijk elke vijand ontwapenen. Gemeente, dan gaat dat nu voor u, voor jou betekenen. Ja, dat je vredestichter wordt. Dan kan het niet zo zijn dat er een broeierige sfeer om je heen is voortdurend. Dan reik je die ander de hand. Dan kun je ook nog een keer de minste zijn. Nee, dan bedek je niet alles met de mantel der liefde. Ja, dat kan, onder die mantel kan het ook heel erg stinken. Laat ik dat ook maar heel eerlijk zeggen. Want gemeente, er kan alleen echte vrede zijn als er ook recht gedaan wordt. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar toch? Een heerlijk perspectief. En nou komt het er maar op aan. Wat is nou uw, wat is nou jouw antwoord? Op dit machtige visioen. Nou gemeente, Micha die legt het u in de mond. Wat zal ik nou zeggen? Nou zeg maar wat Micha graag wil dat zijn hoorders zullen zeggen. Andere volken mogen dan wandelen in de naam van hun goden. Allah, Boeddha, nou ja, noem ze allemaal maar op. En wat heeft het een afschuwelijke gevolgen. Maar wij, u toch ook hoop ik. Maar wij wandelen in de naam van onze God. In de naam van de God van Israël. Zijn naam, zijn openbaring zal heel ons leven stempelen. Zijn openbaring zal ons leiden op al onze wegen. Ja gemeente, dan mag je nou al de weg van de vrede gaan. Nee, dat is geen gevangenis. De weg van de vrede.
En het loopstak uit op de volkomen vrede. Shalom. Amen.